Marita van der Vyver verhuis na een plek wat bekend staan as plek van die paddas. Of het nou een kerkstraat of paddastraat is, soos Marita dit sien, bly die lewe een fontein, bruisend met verrassings. Volgens Marita kan een fontein voor ons deur beskryf word as een lighartige relaas oor haar onidyllische lewe in een idyllische landskap. Een verdere poging om die provinsaalse legende van Laventel en Pastiche te ondergrawe. Een trekstory met vele Franse kinkels. Die regte lewe het een veel eisende, uitputtende, immer verrassende, nimmer vervelige sage geword. Marita van der Vyver se 'n fontein voor ons deur, nou beskikbaar.